De talkshow Khalid Sophie keert over anderhalve week weer terug op de buis, maar dan zonder de in opspraak geraakte Khalid Kassem. Zijn co-host Sophie Hilbrand mag, ondanks dat zij ook niet al te populair is, wel blijven en wordt voortaan vergezeld door Jeroen Pau. En daar zijn veel mensen ontzettend over te spreken. De talkshow naam verandert voorlopig in Sophie Jeroen. Er is voor gekozen om Sophie nu naar voren te halen in de programmatitel, waarschijnlijk om het tijdelijke karakter van Jeroens presentatie te benadrukken. Hij zal voorlopig de honneurs waarnemen, maar het is nog niet bekend voor hoe lang precies. De reacties op de komst van Jeroen zijn erg positief. Klopte mijn voorspelling toch? Uitstekende keuze, zegt TV-kenner Ron Vergouwen op X. Mediakenner Victor Vlam is ook tevreden. Dit is de enige logische keuze. Jeroen heeft het gezag dat nodig is om het programma dat in crisis verkeert, te stabiliseren. Zelf pleitte hij er eerder voor om Eva Jinek vervroegd uit Apkoude te halen om Kalit-Sophie te vervangen. Mijn inschatting was dat Pau het waarschijnlijk niet zou doen. Vandaar Jinek. x influencer Mies B vraagt zich af of dit goed nieuws is voor Sophie, Sophie zal minder enthousiast zijn in de schaduw van de maestro. De keuze voor Jeroen is saillant, omdat hij als een mentor was voor Kalit. Ik heb met Kalit een aantal gesprekken gevoerd. Gewoon gesprekken over het werk, over de lol, over het loslaten van het papier, over zelfvertrouwen creëren, legde de presentator eerder uit. Wat was zijn dringendste advies? Dat als je losser komt, je meer durft en als het goed gaat, je je lekkerder voelt.